We hebben dus beslist om 7 snellaadpunten te openen in de Randstad. Schiphol is inderdaad het tweede snellaadpunt. Ik denk Schiphol leent zich daar ontzettend goed voor. Veel zakelijke rijders, veel taxibedrijven. Nou, de Schipholgroep is ook met heel veel initiatieven bezig in zaak duurzame ontwikkeling. Het is een hele belangrijke volgende stap, want het is de eerste laadpunt op een heel cruciaal punt, een zichtbaar punt, midden op Schiphol. Hier komt veel verkeer langs, hier wordt veel getankt. Wat vindt u van het oplaadpunt hier bij Schiphol? Ja, ik heb er lang op moeten wachten, maar het is er dan toch gekomen, want we hebben de auto al vanaf augustus. En dan is het toch een beetje aanpassen met stekkertjes in een stopcontact. En nu eindelijk hier een oplaadpunt waar je gewoon met 10 minuten weer verder kunt. Ik denk vandaag schatten we dat er ongeveer 1000 elektrische wagens rondrijden in Nederland. Het blijft dus inderdaad nog pionierswerk, maar we weten ook wel dat je die snellaadpunten nodig hebt als je die angst bij de consument wil weghalen. Om inderdaad stil te komen te staan met de lege accu. Stel, je rijdt van de A4 de afslag naar het Schiphol hoofdkantoor en alle andere bedrijven die hier zitten. Dan kom je op dit moment 10 traditionele pompen tegen. Maar je komt op datzelfde stukje inmiddels 20 elektrische laadpalen tegen.